Hallo allemaal, welkom bij de Spreader Reporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Cosmic Encounters laten zien. Die is inmiddels ook in het Nederlands uitgegeven door House of Monks en met dank aan House of Monks kan ik dit filmpje voor jullie maken. We zijn een alien race en we gaan proberen onze planeetjes ook op andere planeten bij andere spelers neer te gaan zetten. En wie als eerste 5 andere planeetjes van de tegenstanders heeft bezet, die is de winnaar. En laten we maar snel gaan kijken hoe dat gaat. In dit spel is elk speler een alienras en er zijn er heel veel om uit te kiezen en allemaal doen ze zo hun eigen dingetje. Elke speler krijgt 5 planeetjes met daarop een setje van 4 kolonies in zijn of haar kleur. En elke speler krijgt een setje kaarten in zijn handen. Dat zijn aanvalspunten die je kan gebruiken om of te aanvallen of om mee te verdedigen. Of je hebt de onderhandelingskaart als je gewoon met elkaar een overeenkomstje wil maken zonder dat je gaat vechten. En als je aan de beurt bent, ga je altijd een andere speler aanvallen. Wie je aan gaat vallen, wordt bepaald door de kaart die je trekt. Val je iemand aan, bijvoorbeeld ik ga paars aanvallen, dan gaan er 2 dingen in werking. Ten eerste moet je even kiezen hoeveel koloniën je daarvoor in wil gaan zetten. Die worden straks opgeteld bij het totaal van de aanvalskracht. En daarnaast ga je er een aanvalskaart bij spelen. En ook nu weer, hoe hoger het getal dat je speelt, hoe groter de kans dat je gaat winnen. Ook de verdediger mag kiezen hoeveel schepen hij of zij in gaat zetten om te verdedigen tegen de aanval. Ook de verdediger speelt een kaart om eventueel de aanval te boosten. Of in dit geval dan de verdediging. En nu de aanval klaar staat, mag de aanvaller gaan vragen of mensen hem willen helpen. En dan mag hij zelf kiezen wie hij daarvoor uitnodigt. En die spelers mogen dat dan weigeren of die gaan inderdaad helpen. En die kunnen dan ook een aantal koloniën neer gaan zetten. Dus bijvoorbeeld hij vraagt, Geel, wil je me helpen? Nou, Geel wil dat wel en die zet 2 schepen erbij in. Dus dit wordt nu bij het totaal aantal punten opgeteld. Als de aanvaller iedereen gevraagd heeft die hij of zij wil, dan mag de verdediger ook om hulp gaan vragen. Dus die kan dan de spelers die niet meehelpen met de aanval, kan die allemaal gaan vragen of die misschien willen helpen met de verdediging. Groen heeft er wel vertrouwen in, dus die zegt bijvoorbeeld ik help je met 3 schepen. Nou, dan gaan we kijken wat iedereen gespeeld heeft. Welk getal jullie hebben gespeeld, dat tel je bij elkaar op. Het kan zijn dat spelers die meehelpen met de aanval of de verdediging versterkingskaart hebben. Nu tel je simpelweg de aantal koloniën op bij het aanvalsgetal. Dat doen ze daar ook. En wie het hoogste totaal heeft, die is de winnaar van dit gevecht. Als de aanvaller wint, gaan alle koloniën die meegedaan hebben aan de verdediging, die gaan naar hier dit afvalbordje. En alle aanvallers die mogen hun koloniën op de planeet die ze aangevallen hebben neerzetten. Het kan natuurlijk ook zijn dat de verdedigers winnen en de verdedigers winnen ook bij een gelijke stand. In dat geval gaan de aanvallers naar de aflegplaneet. Maar natuurlijk zit er voor de verdedigers een beloning in. Voor elke kolonie in hun kleur die de spelers hebben ingezet, mogen ze kiezen of ze pakken hun eigen schepen terug uit de warp. Of ze mogen een kaart van de trekstapel krijgen, waardoor je weer meer aanvalsmogelijkheden in je hand krijgt. Naast aanvallen en verdedigen kan je ook afspreken of proberen af te spreken met elkaar om te onderhandelen. Als zowel de aanvaller als de verdediger een onderhandelingskaart spelen, maar dan gaan deze 2 spelers even overhandelen wat ze uitruilen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, jij mag een kolonie bij mij neerzetten en ik bij jou. Of bijvoorbeeld als ik nou mijn kolonie bij jou neer mag zeggen, mag jij 3 kaarten uit mijn hand trekken. Dat soort dealtjes kan je gaan maken. Dat moet binnen een minuut lukken. Lukt dat binnen een minuut, dan doe je wat je afgesproken hebt. Kom je er niet uit, dan moeten allebei de spelers 3 schepen afleggen naar de warp. Maar dat is ook een beetje een gokje, want het kan ook zijn dat je weer zegt, prima, ik wil met jou onderhandelen. En dan tijdens het opendraaien zie je ineens dat er toch een aanvalskaart ligt. In dat geval wint altijd de speler die de aanvalskaart heeft gewonnen. Maar ter compensatie mag de verliezende speler dan 1 kaart uit de hand van die aanvaller trekken voor elk schip wat hij daarmee verloren heeft. Lukt je aanval? Dan ga je hier 1 vooruit, want je hebt nu een kolonie gesticht op een andere planeet. En lukt je aanval, dan mag je gelijk nog een aanval doen als je wil. En dan is de volgende speler aan de beurt, totdat het iemand lukt om 5 verschillende planeetjes om daar zijn kolonie neer te gaan zetten. En die heeft dan gewonnen. En de grap zit hem natuurlijk in dat samenwerken en tegenwerken met elkaar. Wanneer ga je wie helpen? Wat is jouw voordeel? Wat is het voordeel voor de ander? Daarnaast kan je nog speciale kaarten per alienras toe gaan voegen die voor 1 alien dan een speciale functie heeft. Je hebt nog artefacten, extra sterke kaarten met special effects voor bepaalde situaties. En gebruik dus ook vooral goed de speciale eigenschappen die jouw alienras heeft. Voor een uitgebreidere uitleg kan je even mijn vorige filmpje bekijken. Mocht u er nog vragen over hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.